Deze beschouwing die gaat over iets dat ik heb meegemaakt tijdens mijn studententijd. Toen ik 12 was, lang voordat ik student werd, toen leerde ik de Bijbel kennen en ging ik elke zondag naar Amsterdam. En daar zat ik niet echt in de kerk, maar ik speelde gitaar bij de kinderafdeling. En later toen ik heb gezeten ongeveer tot en met mijn 15e. 16e. Want in 76 ben ik naar Groningen verhuisd. En toen werd ik 17. Ja, dus tot en met mijn 16e. Ging ik naar die mensen toe. En ik ging nooit naar de echte dienst. Ik bleef bij die kindergroep als een soort assistent. Ik vond het leuk. Lekker gitaar spelen. En dan kregen we ook bijbellessen. Ik weet nog dat ik op een ochtend, er werd er gevraagd. Ik zat als een van de ouderen. Een of andere koning die kreeg een brief. En de vraag was aan de kinderen, waarom was die koning zo blij met die brief? En ik stak mijn vinger op. En dan mocht ik het zeggen. En ik zei, nou, ik denk dat hij zo blij was omdat hij postzegel spaarde. Maar dat was een grapje. Ah, ik wist ook wel dat het iets anders was. Maar iedereen moest erom lachen. Het waren lieve mensen. Pinkstergemeente. Oftewel Pentecostal. Op zijn Amerikaans. Ik heb daar in totaal 4 jaar bij die mensen doorgebracht. In eerste instantie ging mijn moeder ook mee. En daarna kwam mijn vader terug van een boze zuiptocht. En dan ging die ook mee. En toen gingen ze allebei niet meer. Toen was ik 13 of zo. En ik bleef maar gaan. Zo. Ik had helemaal geen moeite met die mensen. En zondagochtend, ja kom op, daar had je toch niks te doen. Dus. En dan kwam ik terug van de kerkdienst of zo. Of ja, ik zat dus bij die kinderen. Dat heette de Engelenbak. En dan kwam ik daarvan terug. En dan borg ik mijn gitaar op. En dan ging ik even lunchen, een paar boterhammen eten. En dan ging ik naar mijn opa en oma toe. En daar de hele middag spelletjes spelen. Of rommelen in het schuurtje. Of wat ik maar wilde doen. Of vissen. En daar in de buurt kon je leuk vissen. Ja. Maar het liefste spelletjes spelen met mijn opa. En mijn oma die deed dan een borduurtje, borduurwerkjes maken. Of zo. En thee en schenken. En, nou, wat ik maar wilde. Dat is leuk, dat is heel gezellig. Het waren leuke zondagen. Kijk ik met plezier op terug. Elke zondag, hetzelfde. En daar heb ik geleerd om de Bijbel te lezen en te begrijpen. En ik ging, toen was ik wat ouder, toen ik 13, 14, dus iemand op 12e ging ik als eerste. Toen ik 13 of 14 werd, toen hadden ze door de week op dinsdagavond een Bijbelstudie. Daar ging ik ook naartoe. Dan zat ik toch 2 keer in de week in Amsterdam, puur voor de Bijbel. Nou, en in de Bijbel staat dat je niet moet glaasjes schuiven. Of nog beter gezegd, in de Bijbel staat dat je niet moet doen aan waarzeggerij. Niet als producent, als verkoper van waarzeggingen, maar ook niet als consument. Je moet je daar verre van houden. En dat is niet zozeer, naar mijn mening, omdat het niet werkt. Nee, dat is omdat het wel werkt. Nu gaan jullie gelijk denken van, oh, het werkt dus. Oh nee, maar dan ga ik het uitproberen. Nou, ik zou het niet doen.
Want ik heb het één keer meegemaakt. Ik ging helemaal nooit naar een waarzegger. Oh, trouwens, ik heb wel een keer voor mijn dochter. Dat was na de scheiding. Toen was er zo'n tentje, dat was iets, dat was heel grappig hier in Arnhem met zo allemaal kunstenaars en nou heb je dus voor de kinderen is dat met name. En er waren dan twee waarzeggers, Madame Mystica en Madame Magica. En dan kon je de horoscoop laten trekken. Zo. En ja, dan dacht ik, ach kom, maar dat vind ik net op de grens. Hè? De I Ching, dat vind ik er ook zo een. Dat is net op de grens. Kijk, de I Ching, dat is ook waarzeggerij in principe. Alleen, dat is zo neutraal en zo positief altijd. Want je kan de hele I Ching, ik weet niet of je dat kent, ik ga daar nou verder niet op in. Maar ik heb de I Ching hier thuis. Die kan je doornemen van kaft tot kaft. En er staan alleen maar leuke dingen in, hoor. En het is een orakel en dat trek je dan een bepaald hoofdstuk trek je eruit. Altijd wat leuks. Dus net zoiets als een Chinese gelukskoekje. Het maakt niet uit welke je krijgt. Het is altijd leuk. En de I Ching ook. En met een horoscoop heb je dat ook. Ja. En toen werd de horoscoop van mijn dochter die werd getrokken. Zei die vrouw. Mag ik ook jouw geboortedatum en tijdstip? Vroeg ze aan mij, hè? Ik zei, ja, dat is goed. Dat weet ik uit mijn hoofd. En die van mijn dochter natuurlijk ook, want ik was erbij. En zij voerde het ook in de computer. En toen ging ze een stukje achteruit. Dus dat is zo'n klein tentje, heel grappig, met een terminal. Nee, een terminal van een PC. Een of andere Windows-bak. Zijn ze helemaal achteruit. Hè? En ze kijkt naar mij. En ze kijkt naar mijn dochter. En ze kijkt weer naar mij. En ze kijkt weer naar mijn dochter. Ze kijkt weer naar het beeldscherm. En ze zegt, nou, jullie passen bij elkaar. Nou, was niet toneel gespeeld. Dat ga je mij niet, dat ga je mij niet wijsmaken. Er zat geen toneelspel bij. Zij was daadwerkelijk verbaasd. Ja, ik hoef geen DNA-test te laten doen om te weten dat Nina mijn dochter is. Dat is al gebleken uit haar horoscoop. Er zijn ook nog de tarotkaarten op haar getrokken. En die vond ik heel goed. Die vond ik prima. En daar heeft madame zich niet aan gehouden. By the way. Schande over haar. Maar daar vertel ik een andere keer wel meer over. Maar waarzeggerij, nee, dat moet je niet doen. En glaasjes schuiven, dat is linkersoep. Want wat je dan doet, is dat je, noem het maar de geest, of de wil, of whatever, het geestelijke. Dat ga je even vragen om concrete namen, datums, zeg het maar. Dat wordt angstaanjagend. En juist dat wordt ontraden in de Bijbel. Dus ik wil hier verder niemand aanmoedigen om dan toch maar aan de tarot te gaan en de horoscoop en de I Ching en alles te gaan doen. Want ja, het blijft een beetje spielerij hoor. Maar het is relatief onschuldig. Dat geldt niet voor Ouija board of Ouija board. Glaasjes schuiven. Er was ooit op zondagmiddag bij de VPRO, toen was ik in het jaar of 1920, dus we hebben het over eind jaren 70. Begin jaren 80, in die tijd was er bij de VPRO een radioprogramma en het ging dan over alles met genocide. En daar werd het toepassen van glaasjes schuiven, Ouija board,
Ouija-bord ten strengste afgeraden. Niet iedere keer dat ze op de radio kwamen, dat ze het weer zeiden. Maar als het weer eens ter sprake kwam, zo terloops, dan werd er achteraan toegevoegd van doe dit niet. Er zijn mensen door in psychiatrische inrichtingen beland. Weer voor eeuwig getraumatiseerd en helemaal bang geworden. Het is te concreet. Het is te duidelijk. En dan kan je dus een angstpsychose van oplopen waar je niet meer van afkomt. Waar je waarschijnlijk ook niet aan geholpen kan worden. Want geen arts zal je begrijpen. Geen psychiater zal je begrijpen. Ze gaan je aankijken en zeggen, ja, maar dit is toch... Nou zeg, dat je daarin gelooft, gaan ze dan zeggen. Hè? Het is toch alleen maar een glaasje schuiven en dan kijken naar de letters. En ja, er kan van alles komen hoor. Ja, zo'n psychiater heeft dat zelf nog niet gedaan, waarschijnlijk. En die psychiater wist dus ook niets van de waarschuwing die ervoor geldt. En die komt uit die hoek van die mensen die dus doen aan dit soort dingen. Tarotkaarten, horoscopen trekken, en I Ching'en en zo. En die psychiater die weet waarschijnlijk niet van die waarschuwing. En hoe zou die je moeten helpen? Want je maakt contact met, noem het maar, het dodenrijk. Je maakt met het contact van het rijk waarin het leven zich voortzet nadat het lichaam is heen gegaan. Dat is geen goed idee. Nou, na deze inleidende woorden, we zitten nu op 12 minuten. Dus de meeste van jullie hebben een rijkwijde van 10 minuten in een aandachtspanne. Die hebben dus al opgehangen. Dat is me goed ook. Als je het maar niet gaat doen, hè. Want ik was dan 20, 21 zo. En bij mij op mijn kamer, dus ik woonde op een studentenflat. Bij mij op de kamer was dan tussen aanhalingstekens een feestje. Maar stel er niet zoveel voor. Er was koffie drinken, wat bier drinken, checkjes roken. Muziekjes draaien en slap ouwe hoeren. En lachen natuurlijk. Het was een vrijdag, denk ik. Een beetje indrinken en daarna met z'n allen, weet ik veel, naar de studentenvereniging. Zo. En men wilde gaan glaasjes schuiven. Men had er dus kennelijk, iemand had ervan gehoord en ze wilden het heel graag doen. En nou, we zaten met z'n allen bij mij op de kamer en ik zei van nou, dat is best, alleen ik doe niet mee. Dat is het enige, dat mag van mij wel, maar ik ga niet meeschuiven. No ALC, want dat mag niet van mijn Bijbel. Punt. Dat is waarzeggerij, dat moet je niet doen. Het contact maken met de doden en nou ja. De I Ching is een ander verhaal. Nogmaals. En de tarot, dat vind ik ook een ander verhaal. Ik ben niet zo'n tarot-fan. Maar de I Ching vind ik erg lief. Een heel lief boek, een lief dogma. Mag van mij iedereen doen. Nou, ik gaf dus toestemming en men ging aan de slag. Want dan moet je eerst een stuk papier en dan moet je met een schaar van die kleine briefjes knippen. Op ieder briefje schrijf je een letter van het alfabet. Net zolang dat je alle 26 hebt. En dan de cijfers 0 tot en met 9. Je kan ook nog ja en nee erbij doen. Maar dat hadden we niet. En dan een glas in het midden. Dus die dingetjes, die briefjes leg je in een cirkel. Een glas in het midden. Iedereen eromheen zitten op een kussentje. Weet je, lekker rustig zitten. Het licht in de kamer dimmen. Het liefste met een kaarsje dan alleen maar als licht. Gewoon de gewone lampen uit.
En dan neemt één iemand, dat is dan die neemt het woord en die is de spreekbuis en die begint dan met de magische woorden: is hier een geest aanwezig? En meestal gebeurt er de eerste paar minuten helemaal niks. En dan moet je het nog een keer vragen en nog een keer vragen en nog een keer vragen. En degene die hun vinger op het glas hebben gelegd, die hebben allemaal de ogen dicht. En degene die de vraag stelt ook. Dus iedereen heeft de ogen dicht en heeft alleen maar een vinger op het glas. Net zolang herhaal je die vraag totdat het glas begint te bewegen. Nou, dat glas begon te bewegen, maar het wees niks aan. En toen werd gevraagd aan, want er was dus een geest, en toen werd de vraag anders geformuleerd van, kunt u vertellen wie u bent? Wie of wat bent u? Er is dus een geest, maar wie of wat? De overleden ziel van tante Gerda? Nou, en toen kwam achter elkaar, kwam het cijfer 6, 3 keer. Waarbij het cijfer 6 werd aangewezen. Dan ging het glas weer terug naar het midden. Toen werd het cijfer 6 nog een keer aangewezen. Toen ging het glas weer terug naar het midden. En toen werd het cijfer 6 nog een keer aangewezen. En toen ging het weer terug naar het midden. En die mensen, die hadden geen van allen een Bijbel gelezen. Helemaal niet. Ja, ik wel. Dus ik zie het getal van het beest. En ik denk bij mijn eigen, ja precies. Dat is ook waarom ik niet meedoe. Ik wil geen gesprek met Satan. Of de antichrist of whatever maar. Daar heb ik geen boodschap aan. Daar wil ik niks van weten. Ik wil geen advies. Ik wil geen goede dingen. Helemaal niks. Ik wil geen mening. Ik wil geen opdracht. Helemaal niks. Ik wil geen communicatie. Met de antichrist. Met het beest. Met de duivel of Satan. Of weet ik wel wat voor een woord je er maar voor hebt. De modificatie van Lucifer. En die mensen snapten er helemaal niks van. En ik hield mijn mond. En draaide er nog een checkie of zo. Ja, wel, ja, men is bezig en ik doe niet mee. Dus ik maakte me nergens zorgen over. En die Lu, die begreep er helemaal niks van, hè? En toen werd de vraag weer geherformuleerd en er luidde de vraag, is hier soms iemand die verhindert dat u duidelijk tegen ons spreekt? Toen begon het glas weer te bewegen. Er kwam weer het glas, dus vanuit het midden ging het weer richting de cijfersectie, maar nu naar het cijfer 7. Toen ging het glas weer naar het midden. Toen ging het glas weer naar het cijfer 7. Toen ging het glas weer naar het midden. Toen ging het glas naar het cijfer 7. En toen ging het glas weer naar het midden. En toen hebben ze nog wat vragen gesteld. En toen gebeurde er helemaal niks meer. En toen zeiden die mensen na zich. Wat een saai gedoe dat glaasje schuiven. Dus toen ging het licht ging weer aan. En gingen de flesjes bier weer open. En mensen een beetje. Nou, stelt helemaal niks voor. En ik tegen die mensen van, goh, hebben jullie gezien wat er geschoven is? Ja, zeiden ze, alleen maar een paar cijfers, meer niet. Ik zeg, ja, dat was 3 keer 6. Ja, dat klopt, dat was de eerste keer, ja. Met wie of wat bent u dan? Ik zeg, ja, precies. En wat is 3 keer 6? Nou, dat wisten ze niet. Ik zeg, dat is het getal van het beest. Oh. Nou, dat is openbaring 13, huppeltje pup. En daarna kreeg je 3 keer 7. En dat was als antwoord op de vraag, is hier iemand aanwezig die verhindert dat u duidelijk tegen ons spreekt? Ik zei, nou, ik ben een bijbelgelovende christen. En mijn heer, zijn getal, is 777. En jullie zitten in mijn kamer. De vraag luidde heel concreet, is hier iemand aanwezig die verhindert dat 666, meneer 666, Mr. Satan, duidelijk spreekt. Nou, het antwoord was 777. Het antwoord was dus ja. De Heere God was daar aanwezig. En die heeft dat liever niet.
En toen ik dat had uitgelegd, toen kreeg Kees die kreeg de bibbers. Serieus. En Kees is een hele nuchtere jongen. Zijn vader is landbouwer. In de buurt van Houten of zo, opgegroeid. Die heeft helemaal niks met de Bijbel of het geloof of wat dan ook. Is een, iemand die leeft in de material world. Hè? Ja, die werd bang. Die kreeg, dat heeft hij nog een paar dagen mee in de ronde gelopen. Maar niet zo bang als dat hij had kunnen worden wanneer ze hadden doorgezet. Als ik er niet bij was geweest. Want ik heb het dus verhinderd. Daar ga ik vanuit. Ik of een geest die er net zo over dacht. Of een geest die er net zo over dacht als ik. Ik heb dat tegengehouden. Onbedoeld hoor. En ik had ook geen vinger op het glas. Ik heb daar niet mee kunnen schuiven met mijn vinger. Ben jij maf? Tuurlijk niet. Ik zat in mijn stoel. Lekker achterover gezakt. Checkje te roken, biertje te drinken. En ik had mijn ogen open en ik zag precies wat er gebeurde. 3 keer 6 en 3 keer 7 als antwoord op 2 vragen. En de kansen dat die dingen, die 3 zessen en die 3 zevens, dat die toevallig zijn verschenen. Zal ik het even voor jullie uitrekenen. Want je hebt dus 26 letters en 10 cijfers. Dat is bij elkaar 36. Nou, 36. Doe ik eventjes in de memory store. Keer. Memory recall. Keer. Wacht even. Memory recall. Nee, dat klopt niet. Even clearen. Clear. 36. Memory store. Keer. Memory recall. Dat is 108. Keer. Memory. Nou zeg. 36 keer 36 keer 36 is 47.000. Keer 36 keer 36 keer 36. Dat is 3 keer 7 dan erbij, hè? Dat is een kans van 1 op 2 miljard. Dat is niet zo'n grote kans, lijkt mij. Hè? Dat het toevallig kwam. 1 op 2 miljard. Dat is 0,000000000002. Zo groot is die kans. Heel erg klein. Die kans is kleiner dan dat je wat wint in de staatsloterij. En die kans is al zo klein, toch? Dus waarmee ik dus heb meegemaakt dat het daadwerkelijk zo is dat de geestelijke kant van het bestaan zich kan manifesteren in de materiële kant van het bestaan. Daar was ik bij. Je kan ook zeggen dat ik getuige was en die mensen, ik en die mensen, van goddelijke voorzienigheid. Een goddelijke tussenkomst. Dus even de heren die ingreep. Van nou, omdat Perry erbij is, laat ik jullie er makkelijk mee wegkomen. Jullie krijgen een waarschuwing.
Tegen die mensen die aan het glaasje schuiven waren. Ik had een waarschuwing en daar laten we het bij. Maar geen direct contact tussen jullie en mijn vrolijke assistent, meneer Satan. Want you believe me dat God Satan in principe de vrije teugel geeft. Die doet daar weinig tegen. En God gaat ervan uit van kijk, de mensen die heb ik een boek gegeven. Daar staat in hoe ze, dat, hoe ze zich door het leven heen moeten worstelen. En dat ze geen business hebben met Satan. En hebben die mensen dat toch, en dan uit vrije keuze. Wat maakt het uit? Het is toch niet de zaak van God of zo? Huh? Je kan ook zeggen, God is een pottenbakker en niet alle potten worden even goed gebakken, hè? Huh? Gewoon van die mislukte mensen ertussen zitten. Iedereen weet van de Bijbel, maar ze lezen hem niet. Of ze lezen hem wel, maar ze begrijpen hem niet. Heb je ook nog. Of ze lezen hem wel, ze begrijpen hem ook, maar ze houden zich er niet aan. Die groep heb je ook nog. Ja, maar wat moet God met die minkukkels? Wandkukkels, mag ik zeggen. Wat moet God met die wandpresteerders? Jij hebt zelf de vrije keuze om je te houden aan het woord van God. En als jij denkt, ik heb zelf een zwaar gevoel van, laat me zitten, ik doe precies allemaal wat ik zelf wil. Ja, dan moet je lekker allemaal zelf willen, maar niet gaan lopen janken wanneer het fout gaat, hè? Waarmee ik niet wil zeggen dat als jij precies houdt aan de Bijbel, dat het altijd één grote halleluja, prijs de Heer verhaal wordt. Dat wil helemaal niet zeggen dat het allemaal zo verschrikkelijk makkelijk gaat in je leven. Maar hou je niet aan de Bijbel, dan... Ja, daar word je niet per se heel blij van. Dat is niet een goede, heb je? Want dat contact met gene zijde, dat bestaat. Ik ken ook iemand, een goede vriend van mij, die zij ook heel goed kent. Dan heb ik het over jaren en jaren contacten. Tegen de 30 jaar. Ja, nee, 30 jaar contacten. En die belandde in het ziekenhuis. Ergens begin dit jaar. En die is er niet meer uitgekomen. Dat was vrij ernstig. En toen, op het moment dat hij... Ze hebben de stekker eruit getrokken. Ze hebben hem niet doodgespoten... Maar ze zijn de beademing gestopt of weet ik veel wat van dingen. Dat was hopeloos. Het was echt hopeloos. Het enige wat het was, is dat de vrouw van die man... Die zat er dus 3, 4, 5 keer in de week. Zat ze daar aan zijn ziekbed. Terwijl hij kon nog communiceren door het bewegen van zijn linkerpink. En de vraag is wat hij dan zei. En die vrouw heeft gezegd, dit is genoeg geweest. Ik kan me niet voorstellen dat hij blij is met zijn huidige leven. En laten we er maar mee ophouden. Ja, hoe lang hadden ze hem nog in leven kunnen houden? Dat is ook nog maar de vraag. Want hij had een bacteriële infectie. Zelfs meerdere bacteriën en zijn nierfunctie was al uitgevallen. Zijn leverfunctie al, en dat was maar 60%. En ja. Misschien als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze nog
10 dagen kunnen rekken. En ja, de vraag is of de patiënt in kwestie daar gelukkiger van geworden was. Waarschijnlijk niet. En die vrouw, die vriendin, die voelde op de betreffende dag, voelde ze een, ja, een soort van ongemakkelijkheid of een, ze voelde iets. En ze wist op zich niet, nou, ze wist wel dat die man in het ziekenhuis lag en dat het allemaal niet zo goed ging. Maar ze wist niks van het moment. Ze wist niet dat er een beslissing was genomen en dat ze de stekkers eruit gingen trekken. Daar wist ze niks van. Dat hoorde ze pas later. En zij vertelde mij, er was een receptie toen die man is overleden. En er was een receptie, een overlijdingsreceptie voor vrienden en kennissen. Hij is begraven of gecremeerd in besloten kring. Nou, iedereen mocht komen, een drankje drinken en zo. Ik was er ook. Wim Kruidentuin ook. Vond geen leuke middag. Het is geen feest, hè? Nou, ik sprak haar toen, die vriendin. En die vertelde mij dat toen. Dat zij het betreffende moment ervaren had op 80 kilometer afstand, 50 kilometer afstand. Ik zei tegen haar, zoiets, zo'n soort anekdote, heb je mij vaker verteld. En dat jij dingen voelde. Ja, zei ze, ik voel af en toe dingen. En op dat moment weet ik niet wat ik voel. Ik weet alleen maar dat ik iets voel. En dan later blijkt dat er iets ernstigs aan de hand was op dat moment. Het voelt ze instantaan. En zij kan er niks aan doen. Zij zoekt dat niet op. Ik denk ook als je aan haar zou vragen van, goh, we gaan vanavond glaasjes schuiven, doe je mee? Ik denk dat zij zegt, nee. Nee, dat hoef ik niet te doen. Dat lijkt mij veel te confronterend. Dat zeg ik dan even zo, hè? Ik spreek even voor haar. Ik neem aan dat ze daar niet aan meedoet. Zij weet er te veel van. En dan doe je dat niet. Uit respect voor het leven of zo? Uit respect voor de levenden. Want er is zoiets als een genocide. En er is zoiets als de Heilige Geest. En want er is één iemand. Er is één iemand. En die is met opzet doodgegaan. En van tevoren heeft hij gezegd. Ja, wist allemaal. Het is een beetje met opzet. Dat ik morgen ga het ik heenert, denk ik. Dat als alles volgens plan gaat. En dat is noodzakelijk. Dat is expedient. Het is noodzakelijk voor mij dat ik heen ga. Dat mijn lichaam sterft. Want als ik morgen niet sterf, dan kan ik iets niet doen voor jullie. Terwijl als ik morgen sterf, dan ga ik voor jullie aan de slag. En dan stuur ik de Heilige Geest. En die kan bij jullie blijven. Want die kan niet sterven. En dat, die persoon waar ik het over heb, is Christus Jezus. Dus de Heilige Geest is voor ons alles wat wij aan contact hebben met genocide. En de Heilige Geest, dat is de trooster, heet hij ook wel. Het is vanuit die hoedanigheid dat wij moeten leven. Dus wij moeten troost bieden.
Wij moeten zijn gelijk de trooster. Ja, Christus is voor onze zonde gestorven aan het kruis. Dat is leuk. Dus iedereen die dat accepteert, ja, die is van zijn zonde af. En dan zeggen we, maar waar is je bonnetje of zo? Je hebt gezondigd. Dan kun je altijd zeggen, ja, Christus is voor mijn zonde gestorven aan het kruis. Dat heb ik geaccepteerd. Dus alles wat ik ooit heb fout gedaan, dat is mij vergeven. Door God, hè. Dat is verrekend. God heeft gezegd, jij bent van die Christus zooi. Oké, doorlopen maar. Het gaat allemaal op de grote rekening. Op de grote rekening van de dood van Christus. En wat er voor terugkomt, dat is de Heilige Geest, dat is de trooster. Dus dat onze zonden zijn ons vergeven. En nu wij dan van die zondenlast af zijn, wat moeten wij doen? Nou, wij moeten troost bieden. Zeker nu we 2000 jaar verder zijn. En dat is genoeg, hè, voor ons om mee te leven, laat ik het zo maar zeggen. Goed dogma. Christendom is het allerbeste dogma dat er is. Niet in de laatste plaats, omdat het enige dogma kan zijn. Een ander dogma kan niet. Kom maar met een ander dogma. Je hebt de Veda's van de Hindoestanen. Die zijn niet dom. Die Veda's zijn erg mooi. Ze zijn hele mooie beginselen voor leven. Maar in de Veda's staat niks over de antichrist. In de Veda's staat niks over de duivel. Is dat bij mij weten dan? Hè? Ik zou een keer een leuk gesprek willen hebben over dit soort zaken met iemand die, het liefst met iemand die zelf Hindoestaan is. En die de Veda's kent. Maar dat zal komen als de tijd daarvoor is. Dat zal de Heilige Geest wel regelen. Als mijn wens, als mijn keuze, als het zinvol is om die keuze te honoreren, dan zal dat gebeuren. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Als het op mijn pad komt, dan geef ik een reactie. Dat kan ik je garanderen. Daar doe ik dan wat mee. Hey, jullie reuze bedankt voor het luisteren naar dit misschien zware onderwerp. Over genocide. Ga ik een mooie zware titel verzinnen. En jullie weten al welke titel dat is, hè? Want die staat namelijk boven deze uitzending. Dat is een oud grapje, ik heb hem al een paar keer gebruikt. Ik verzin mijn titels achteraf namelijk. Hey, tof dat je hiernaar geluisterd hebt. En ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb door te beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan die soepzooi die wij zien. En daarom zeg ik uit respect voor jullie. En ook als troost. Hè? Tjus. En dag lieverds.